Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. It's time for Vectorsbazen. De vechtersbazen zijn terug in je leven, terug op je beeldscherm of op je horen hoe je deze podcast op tot je neemt je weten. We zijn er altijd met de beste verhalen over je favoriete vechters. Het kunnen zijn de legends van gisteren, toppers van vandaag of de talenten van morgen. Uh, en de man die vandaag bij ons zit, is eigenlijk die eerste twee dingen. Hij is misschien een legend van gisteren, maar hij is zeker ook nog een topper vandaag. Terug bij Vechtersbazen, de Predder. Yes. Groenhardt. goed dat je er bent, vriend. Dank je wel. Ja. Blij om te zijn. Ja, we, we zaten net even het volgesprekje over het vasten te lullen. Hè? Want ik had ja. vorige week die 86 uur water vast gedaan. Uh, Hele goede ervaringen mee. En, en toen begon jij te vertellen, ja, ik heb dat ook een keer gedaan. Ja. 48 uur. Maar dan helemaal zonder water. Helemaal zonder water. Gewoon, dat is helemaal zonder, water, sick. zonder eten. Ja. Hoe was ja. dat? Ja, was was wel pittig hoor. Ik voelde hem ook wel eventjes. Uh, na een anderhalf dag. Daarna voelde ik, Eerst ging het in het begin ging het goed. Je bent, we deden het met z'n allen. Mijn broers en, zus, en mijn zussen deden het met z'n allen. Ja. Ging het oké. Okay. En daarna voelden we hem wel eventjes inkomen. we was wel even pittig. Ja, maar waar, en waarom deed je dat zonder water, graag mag? Uh, nou, we deden hem gewoon precies hoe de Daniel, uh, die reed ook uh, en, uh, die deed met water in het hmm. begin, dacht ik. Daniel, Maar ja. hij heeft het ook zonder water gaan, dus wij waren hem zonder water proberen. Ja. Dus waarom echt hoe, de, hoe ze het vroeger deden? Ja. In de Bijbel stond, weet je ze we het vroeger deden zonder water, zo hebben wij het ook gedaan. Oké. Okay. En, ja. en, en wat was het, het eindresultaat of het eindgevoel bij jou? Nou, heel lekker. Zelfs, zelfs erin, weet je, we waren op een gegeven moment scherper, alert. En, ja, ja, ja. En ja. wij zaten dan echt in de Bijbel, we gingen de Bijbel worden, gingen we voorlezen aan elkaar en we gingen, we hadden het erover, dit en dat. Dus het maakte ons scherper in bepaalde dingen en we waren meer alert. En dat soort, uh, ja, ja, ja dat, dat deed heel goed en ook voor mijn lichaam. Het was een soort, soort, een detox had je ook voor je lichaam, weet je wel. Een soort reset voelt het, ja. Juist, ja. 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 En ja. dat had ik precies hetzelfde en inderdaad, dat je je scherper voelt, alerter, dat je, ja, met je soort in survivalmodus gaat je lichaam. Ja. Dus je bent de hele ja. tijd soort alerter zo, dus ik voel me de daar wel heel heel prettig bij. Ik moest er ook aan denken, maar dat kan jij mij beter vertellen, want dat heb ik zelf nooit gedaan. Ik denk nou, dit is ook een beetje misschien hoe dat voelt als je als vechter aan het weetkutten bent. Ja, is ook echt zo. Want als ik aan het weetkutten ben, dan krijg ik dat ook. Ben ik scherper, ik ben uh, gemeener. Mm -hmm. Uh, omdat ik dan op dat moment aan het kutten ben voor een ander ja. dus dan, dat creëert bij mij weer dat ik weer echt zoiets van heb, weet je hij gaat ervoor boeten diegene dus dat heb je dan wel weer daar zo je creëert bepaalde emoties komen naar boven omdat je aan het kutten bent ja, ja grappig uh, je hoort ook wel eens van vechters hè, die dan een gewichtklasse omhoog gaan uh, ze dan minder hoeven af te vallen dat ze eigenlijk ook minder presteren omdat dat afvallen maar dat dan eigenlijk al voor hun de wedstrijd begint omdat dat eigenlijk de eerste mentale beproeving al is ja. zie je daar wat in? Ja, klopt. Dat zie ik wel niet. Want ik heb het zelf ook gehad. Ik was, um, ik, ik was toen 77 kilo en toen ja. ging ik naar 70 kilo. Maar dat zeg je, je hebt nog wel heel lang op 70 ja, gevochten. Ja, op 70 ja. gevochten. En dat deed ik een tijdje. En um, toen op een gegeven moment ging ik op 77 iets wel weet Maar dat was mijn gewicht dat ik in de rondte liep. Dus toen had ik in het begin een beetje van. Hmm, ik was toch meer feller en meer strakker toen ik moest afvallen, weet ja. je en wel. Dus wat deed ik toen? Toen ging ik met mijn gewicht. Ging ik naar de 80, naar de 82 zo. Dan liep ik ja. daar een beetje in de rond op de 80. En dan moest ik weer afvallen. En dan had ik dat weer. Ja. Dus het, het heeft toch wel een, een mentale iets heeft het toch wel. Ja precies. Dat je ja. die, die mentale strijd met jezelf aan ja. moet gaan ja. ook. Ja. 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 En wat je zegt weet je wel. Je loopt dan in de rond op je gewicht. Je eet, je doet dit. Je kan het allemaal weet je wel. Maar als je dan een beetje moet gaan vasten of je moet af gaan vallen. Dan heb je dus die, uh, die focus dat komt minder binnen. En, en, en je lichaam produceert je lichaam die een dat uh, troep niet meer in je, weet je ja. wel, wat je normaal altijd eet elke dag dat en dat. Dat ja. is dan allemaal weg omdat je aan het afvallen bent van het vaste bent. Ja, dat maakt ik... je scherper. Ja. Ik vond ik wel heel grappig want ik ben normaal gesproken als ik honger heb steek gewoon wat in mijn mond, denk daar niet over na en als je dan zo aan het vaste bent ben je eigenlijk heel bewust van alles wat je dus niet in je mond steekt. Ja. Omdat je dus dan denk je eigenlijk ja, eigenlijk eet je dus heel vaak gewoon wat uit gewoonte zonder dat je het per se nodig hebt, want dat gaat ja. nu ook prima. Ja. Ja. Dat is echt zo, want dat gebeurt ook. Ja. Mensen eten snel. Uh, als je kijkt naar vroeger, aten ze niet zoveel zoals we nu eten. Ja. Weet je, vroeger uh, aten ze veel minder. en uh, Nu eten we dingen uit gewoonte. Er hey, ja. komt heel veel op de markt natuurlijk. Wat ze, wat ze, wat ze, wat ze brengen, dit is lekker, dat is lekker. Ja. Schoon het ook. De Precies, ja. 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 Dus je ga je het ook eten, weet je, proberen. En zo gaat het eigenlijk een beetje. Ja. Je, bent, je bent nu in, uh, in de voorbereiding op een gevecht. Over 2,5 weken zijn er ring op Glory 90. Ja, in uh, voorbereiding. Wat, Hoeveel weet je nu? Is, ik ben op dit moment ben ik 81. Okay, 81, 81 kilo te gaan nog. Ja, ja. Ja. En dan ga je dat dan meestal in de laatste week gaat dat eraf of ben je dan langzaam naartoe aan het werk? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik, uh, soms kijk ik niet eens naar mijn gewicht. Nee. En dat gaat allemaal in mijn voorbereiding, gaat het allemaal langzaam naar beneden met de tijd. Ik weet hoe mijn lichaam, weet je wat ik nodig heb, hoe het aanvoelt. En dan sta ik een keer op een en dan ben ik op gewicht en dan uh, gaan we zo door naar de beweging. Ja, ja. Zo makkelijk Zo makkelijk gaat het. Gezegend echt. mens ben jij. Ja, ja, is echt. Ik hoef nooit moeilijk te doen of zo. Maar als ik ga kracht trainen, dus ik heb nu een beetje gedaan trainen gedaan inderdaad. En dan weet ik ook wanneer ik moet stoppen met, uh, met de krachttraining. En dan ga ik een beetje op mijn eten letten. Ja. En dan ga ik uh, langzaam naar beneden. Oké. Okay. Ja. Okay. Dus Die uh, gaat nu voor de derde keer dit jaar kickboksen. Terug in het kickboksen. Dat is eigenlijk ja. een, jouw ja. verhaal Terugging van dit jaar. Ja. Ja. waarom ben je teruggekomen? Um, ja, ik was op een gegeven moment MMA gaan doen. Um, en daar, het ging ja, dus wel zo goed toch? Het ging goed ja. Het ging ja. lekker in MMA. Maar ik was ook weer terug. Ik, was ook weer, ik had ook weer contact met Mike. Weet je wel. En uh, ja, dan weet je weet hoe dat gaat. Uh, en ik was op een gegeven moment MMA gaan doen. En ik had weer contact met mij. Het verliep weer oké. Okay, verliep weer welletjes. En het MMA, dat is toch wel... Het ging goed. Maar je, moet, je begint toch wel onderaan, weet je mm. wel. Je moet je toch wel omhoog gaan werken. Heb en, je daarop um, verkeken? Zeg je Heb je daarop verkeken, vooraf? Ja, ik denk het wel een beetje, ja. Ja, ik denk het wel een beetje. Maar buiten dat, ik heb me niet echt... Ik vond het leuk, hoor. Ik vind het nog steeds leuk, het MMA. Maar um, ik had ook het gevoel dat ik iets achterliet... Waarin ik niet... Um, mezelf helemaal heb... Uh, hoe moet ik het zeggen? Ik had het gevoel dat ik iets uh, achterliet dat ik nog niet helemaal goed had afgemaakt. Mm -hmm. Snap je? Dat was het, kick, dat was het kickboksen. Ja. Dus ik, ik ben er zo uitgestapt, weet je wel, vanwege omstandigheden ben ik eruit gestapt. Maar ik had het gevoel dat ik nog niet helemaal klaar was. En ik wil graag dingen die ik doe, wil ik goed af, afronden en afmaken. Ja. En dat had ik het gevoel bij kickboksen. Ja, nou en dan ben je 37 nu inmiddels geloof ik. Ja. Dus dan loop je een jaar of twintig mee in het kickboksen. En soms heb je het ja. nou net als in een relatie. Ik had het als het echt... niet lekker loopt, dan heb je een stap ja. weg. En dan, dan, ja. als je even een afstand neemt, dan zie je pas hoe, ge hoe je ja. diegene mist. En is, is, is dat zo. met kickboksen ook zo geweest? Ja, dat is met kickboksen ook zo geweest. Maar ik had wel eventjes een, uh, kijk, ik kon blijven hangen. Ja. Maar mijn gevoel, misschien, misschien van anderen weer niet... In mijn gevoel had ik even een uitstapje moeten maken. En dat is één, uh, uh, lichamelijk en geestelijk, weet mm. je wel. Geestelijk bleef ik erin hangen. En uh, ja, op een gegeven moment die motivatie was weg. En de discipline was ook een beetje weg. Want uh, ja, als je als de motivatie weg is, is dat niet zo erg. Zolang je maar de discipline hebt. Maar mm. die had ik ook niet echt meer. Nee. Dus toen... Uh, Dankbaar met mijn maat om, om een paar te spelen. En ik vond het echt leuk. En, mijn maat. en ik heb die klemmen, aanzetten en doen. Ik, ik vond het geweldig. Ja, echt, ja. Ja, de meeste kickboxers die hebben een broertje dood aan het grondwerk. Maar jij vond het wel nee, leuk. Ik vond het echt Wat vond je het man. leukste dan? Het worstelen. Ja? Ja, het worstelen. En dat, dat is het ene. Sorry, ik vond dat echt leuk, het worstelen. En veel vinden dat niet leuk. Zoals Kabib zegt het ook. Ja. Veel willen grappelen en willen, denk kickboxen. Maar die vinden het worstelen niet leuk. Maar dat is wel belangrijk. Maar ik vond het worstelen echt leuk. Dus ik zei elke keer tegen oh. mijn trainer: sorry, sorry hoor. Ik ben zo, ik ben er voor een podcast. Gewoon live inbellen hier midden in de podcast. Ja. kan allemaal gewoon. Het blijft je doorbellen. Ja. <laughs> Sorry. En dat vond, ik, dat vond ik zo leuk. Ik ging worstelen, ging ik. Ja. En uh, dat worstelen dat is zwaar. En het vergt veel conditie. Mm -hmm. En dat willen veel MMA-vechters niet doen. Nee. Maar ik vond het top. Zelfs met de kickboxen, het conditionele en dat het echt kapot gaan, ja. vond ik altijd lekker. En ik had het ook met worstelen. Ja, maar zeg maar, dat is een beetje misschien karakteristiek voor jou. Want kickboxen ben je ja. ook echt een harde werker. Ja. En ja. dat is worstelen, ook echt grinden. Is echt grinden, nee, daar hield ik van. Ja. En dat is echt inderdaad wat je zegt, ja. ja. Dat, echt, dat ben ik. dat ben ik. Uh, tegelijkertijd loop je dat volgens mij tegenaan, dat worstelen, als je niet die basis hebt, en dan uh, ben jij met alle respect ben je midden dertig, als ja. je niet die basis hebt al vanaf jongs of aan, dat je dat eigenlijk nooit meer helemaal bijhoudt. Ja, dat kan, ja, dat kan. Maar ik ging wel goed op het worstelen hoor. Ja? In sport sportschool, ja. ja. Ik ging mooi lekker. Ik ben, een, ik ben een sponsor, dus als ik er ben en ik krijg die dingen, ik wil ik continu wil die uren maken, ik wil mezelf zien verbeteren, verbeteren. Dus ik, ik, ik pak alles uh, pak ik, uh, pak ik goed aan. En de jongens met wie ik trainde en zo, weet je wel, ja, daar ging ik allemaal op oefenen en doen. Het ging echt lekker, ging het. Ja. Dus ik vond het echt uh, ja, ik vond het top. Dus daarom, ik had op een gegeven moment, mijn eerste MMA-partij was ik heel voorzichtig, was meer kickbox-partij. Mijn tweede MMA-partij was meer uh, echt als een MMA-vechter, weet je wel, als je me naar de grond ging werken, laat me komen, ik weet wat ik moet doen. Zo stond ik er eigenlijk in. Ja. En dat is belangrijk. En als je gaat staan als een kickboxer bij MMA, je wil niet naar de grond gaan of je bent bang naar de grond te gaan. Dan gaan ze je pakken. Maar ja. Ik was niet meer bang naar de grond gaan, want ik kon ook mijn dingetje Omdat op de je het grond. Voelde dat je, je daar vertrouwd ja. voelde. Ja. Ja. Nou, nou ben je 3-0 in MMA, ben je toch weer teruggegaan naar kickboxes. MMA 4 nog, sorry. Uh, MMA dan gewoon een, een, een uitstapje geweest. En je ligt ja. het in de achteruitkijkspiegel nu? Of is het iets wat wel nog? Ja, in je want hoofd. ze waren nog op de achtergrond, waren ze nog bezig met de partij uh, tegen Doen B, bij PFL. TFL. Ja. En uh, ja, ik wou natuurlijk wel wat eruit slaan. Dus ik heb, uh, ze, waren, ze zijn er nog mee bezig, denk ik. Kijk, hij doet het goed in het MMA nu. Ja. Hij doet het heel goed. Eh, vroegen ze mij en ja, ze waren een beetje onderhandelingen. waren ze mee bezig met financiën. Nou, daar kwamen we niet helemaal onderuit. Dus, uh, maar nee, misschien wie weet nog. Komt kwam het kwam niet op... uit omdat jij te veel vroeg? Of... nee niet per se omdat ik te veel vroeg. Ik vroeg gewoon waar ik uh, een uh, recht op had. Maar ze waren het voor weinig hebben, denk ik. Ja. Omdat hij me misschien uh, al een paar keer heeft verslagen. Twee keer heeft verslagen bij het kickbox. Ik mm -hmm. heb één keer van hem gewonnen. En dan ben je in het MMA en... nog niet zo'n grote naam, heb en... misschien. Precies, maar ik had, ja. in het MMA had ik wel meer partij gewonnen dan hem destijds. Ja. Ja. Dus ik stond wel een. Uh, ja, hoger dan hem in het MMA. Dus ja. Maar ja, en, uh, ik zei zeiden van ja, dat wordt een hele mooie, uh, mooie verhaal hebben jullie. We willen jullie graag hebben. Ja, top. Omdat het een mooi verhaal is, moet je ons wel betalen na dat. Ja, <laughs> ja lijkt ja. me wel toch? Dus daar zaten we een beetje tegenaan te hikken. Maar uh, wie weet, we zijn er nog, we zijn er nog mee bezig. Hè. Dus wie weet dat het nog, het speelt gaat, nog gaat, wel het gaat komen. Ja, het speelt nog wel. Dus uh, ja. Maar voor nu liggen alle pijlen op het kickboksen. Want twee dingen tegelijk, dat gaat. Het lukt mij niet. Ik ga nee. me alleen maar focussen op één ding. Dus ik hoor daar niks van. Dus ik heb mijn pijlen gewoon voor, voor gezet op het kickboksen. En ik heb uh, ja, mijn pijl zit echt, echt op die titel. Dus dit jaar en volgend jaar, iedereen die op mijn pad staat, ga ik echt verslaan. Ik, heb echt, ik, mer ik merk echt dat ik nu steeds weer terug in mijn spel begin te komen en beter begin te worden met trainen en zo. Dat ik er helemaal erin kom. En dat voelt echt fijn. Ja, want je, je kwam begin dit jaar kwam je terug bij Glory. Ja. Na het uitstapje met MMA, dan kwam je meteen terug op het hoogste tegen Semeleert. Ja. Tegen de kampioen. Liep niet goed veel af. Heb je achteraf iets van misschien had ik even nog. Een, misschien wel twee partij nodig om weer dat gevoel terug te krijgen want en maak ik andere sporttijken eruit geweest misschien moet ik wel eventjes terugkomen in mijn game nee man nee normaal niet is niet wie je bent nee is niet wie ik ben dus ik kan ik wel doen maar is niet wie ik ben ik wel weet je het is ik wil me meten met de hoogste ik heb altijd tegen de beste gevochten bij glory ik heb nooit een, een makkelijk gekregen nooit niet dus dat is wie ik ben ik ben altijd tegen de beste gevochten ze dus waren tegen die ik kom maar op ik heb me nooit iemand aan de kant gegaan en nu wou ik in Glory komen tegen de beste en dat heb ik gedaan. Ik heb ze gekregen, maar ik heb er wel van geleerd. Dus nu weet ik hoe dat is. En nu kan ik me daar naartoe op voorbereiden. Want ik heb nu een hele hongerige doel. Heb ik. Mm -hmm. En anders had ik dat niet gehad. Dus nu heb ik echt zoiets van, weet je, elke partij die ik vecht. Wil ik mezelf verbeteren? Wil ik beter worden, strakker worden? Ik ga mijn dingen kijken die niet goed waren. Ik verbeter ze. En zo kom ik weer uh, tegen diegene waar ik, de, uh, uh, waar ik van heb verloren voor die titel. Ja. Hoe, hoe kijk je nu terug op die wedstrijd tegen Semeleer? Nou, was gewoon, ik, heb, ik heb die wedstrijd gekeken. Ik, ik weet niet wat ik deed. Ik was gewoon, uh, was gewoon echt letterlijk. Dat was mijn eerste kickboxpartij weer na, 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 na de jaren. Nou, ik kan het zeggen voor de mensen ook die nu kijken. Als jij denkt dat je een andere sport kan doen. En je, kan, uh, je bent lang weg geweest van het kickboxen. En je gaat weer eventjes een kickboxpartijtje draaien. Nou, geloof mij, je moet echt uh, gaan trainen, trainen. Je moet je uren maken, uren maken, trainen, trainen, trainen. Anders gaat het je echt niet lukken. Nee. Dat is echt zo. Nee, en daar kwam je in die wedstrijd eigenlijk achter? Ik wist het eigenlijk al een klein beetje. Want ik, ik had een normaal een gevoel, weet je wel. Dat gevoel, mm. Dus nu heb ik een gevoel. Nu heb ik al een gevoel. Ik zit hier met jou zo. En ik heb nu al een gevoel. Deze jongen die, gaat, die, die ik uh, aankomende december uh, ga krijgen. Die gaat zwaar schijten. Die ga ik gewoon echt aanpakken. strak met een werken. Dat heb ik nu gewoon. Nou. Mm. En, ik, en ik moet nog twee weken. En ik voel me al goed. Sparren gaat goed. Ik spar met de jongens. Met Tousashi, Ik spar met Chico. En het gaat allemaal lekker met die gasten. En uh, dat had ik toen niet. Snap je? Toen mm -hmm. had ik echt uh, die, die wedstrijd had ik in de, op de mat had ik het al zwaar met die gasten, jongen. Ik ja. moest echt weer gaan zoeken. Gewoon zoeken. En nu sta ik gewoon strakker. Ik sta strakker op mijn benen. Mijn lichaam die, die voelt sterker. Is groter geworden. Ik was eerst een skinny boy toen. <laughs> toen ja, maar je kwam. lichaam verandert ook van het MMA. Als je, ja. Ja, ja, ik was in MMA toen veranderde mijn lichaam. Toen moest ik die, had ik die wedstrijd. Dus ja. wat moest ik doen? Toen ik van het MMA kwam was mijn lichaam breed ja. en die was groot. En toen ik heel anders, heel gek. En toen ik op een gegeven moment naar het kickboksen ging. En ging ik kickboksen, maar toen was het kickboksen is veel cardio. Ja. Dus ik moest op een gegeven moment moest ik ook mijn gewicht gaan halen, veel cardio, cardio. Ik deed geen krachttraining meer. Ik werd gewoon een skinny boy, man. Ik was gewoon skinny. Dat <laughs> is echt niet normaal. Dus uh, toen keek ik naar mezelf, zag ik filmpjes. En dacht ik, what the fuck. Wie is deze jongen? Ja, man. <laughs> maar ja. <laughs> Jij ja, ja. dat ook weer gehad. Ja, 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 ja. Goed, maar uh, dan, dan, dan heb je tussendoor nog een wedstrijd uh, gevochten, die heb je gewonnen. Ja. Uh, in die wedstrijd, hoe, hoeveel procent zat je van wat je echt dan denkt te kunnen in, in het kickboksen? 60, 70 procent. Ja, ja. Want ik merkte wel in die wedstrijd dat ik wat beter, uh, beter was geworden. Ja. Maar ik merkte ook wel in die wedstrijd dat die jongen niet meer had, uh, de, 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 de tweede, derde de niet meer had mogen halen. Want op een gegeven moment stompte ik hem en ja. dan sloeg ik hem aan. En dan had ik het niet. Dan kwam je me steeds nog voor om me vast te pakken. Ja. Maar als ik gewoon wat ik normaal deed. Mijn afstand hield. En erop loskom en wegdraaien. Ja. Had ik die jongen eruit geslagen. Ja. Maar dat had ik nu niet. Dus hij was helemaal aangeslagen. En dan pakte hij me vast. En dan probeerde ik nog weg te draaien. Maar het lukte niet. Weet je wel. En normaal was het me wel gelukt. Ja. Maar dat heb ik nu gezien. En ik heb er nu aan gewerkt. En ik heb het met trainen. Heb ik het, met spar heb ik het ook gehad. En ik draai gewoon weg. Ik hou mijn afstand. Dus nu is dat weer heel anders. Dus nu als ik denk, als ik zulke gasten nu tegenover me krijg en die dat doen, dat ik ze gewoon eruit haal. Wat wil je nog met kickboksen? Je wil, ik, uh, wil zeg je ja. okay. ik wil titel. Ja, oké. Duidelijk, duidelijk een kort antwoord. Ja. Okay. Volgende <laughs> vraag, next. Ja. Tito. Nee, maar ik wil, ik kan, weet je, ja. uh, uh, ik ga niet, niet zeggen dat je oud bent, ik ben nog veel ouder. Maar uh, ik kan wel zeggen dat het, het einde van je carrière dichterbij is dan het begin van ja. je carrière. Ja, ja, sowieso. Uh, ja. Je hebt de K1 Max gewonnen, je hebt titel gewonnen, je hebt... Al zoveel bereikte die sport. Weet ja. je, tegen alle, alle beste vechters in je gewichtslassen gevochten door de jaren heen. Uh, dat de vraag misschien gerechtvaardig is: wat heb je nog te bewijzen? Uh, tegen de mensen niks meer. Voor mezelf zou ik nog graag die titel willen. Ja. Tegen de mensen heb ik helemaal niks meer te bewijzen. Uh, um, voor mezelf heb ik gewoon. Ik vind het fijn, weet je, om het goed af te sluiten. En mijn goede closure is gewoon uh, met de banger uitgaan. Dus nu. Hoe ik erin kwam, dat men, mensen herinneren me de laatste wedstrijd. Oké, okay, dat is een, een feit, weet je wel. En hoe ik erin ben gekomen, weer in glory. Weet je wel, ik heb ze gekregen. En het mens dat mensen straks van mij gaan zeggen, wist je nog toen Murray weer in glory kwam, toen hij eruit was? En die wedstrijd daarna, hoe hij die, die won. Weet je wel, was een beetje dit. Maar daarna won hij weer zo. Hij kwam steeds weer sterker en sterker en sterker weer terug. En dan pakte hij de titel en bam. Ja. Klapper. Ja. Gruwelijk, dat wil ik. Ja. En dat ga ik verzorgen ook, dat ga ik krijgen ja het is wel een hoop veranderd hè dat je weer, toen je even weg was ja het is een hoop veranderd bij al ja, Alle ja, nieuwe ja. jongens erin die ja, ja, ja. dan de kampioen die heb je dan al moed de Hamisha ja. die weer terug is Chico ja. weet je Chico. die je goed kent ja. die er is Jai Oliver dus Het is het is een een hoop veranderd, je hebt een nieuwe een leuke ja. talentvolle divisie ja. op dit moment het is, het is hetzelfde als toen ik bijvoorbeeld in Glory was ja die andere jongens allemaal Nicky Holst Kyo Kongolo. je had uh, Karim Ja. je had uh, Doumbé, je had Haru Grigorian ja. al die monsters die daarin toen waren, waren ook allemaal gewoon strak en harde mm. jongens, gewoon harde mondjes. Nu heb je nu weer een nieuwe lichting met ook weer allemaal jongens die allemaal, weet je wel, goed aan de bak kunnen. Dus het is, het is, ik vind het mooi. Ik heb me toen staan en weet het houden in die lichting. Ja. Ik heb daar een titel laten gepakt in die lichting. En nu wil ik uit deze lichting, wil ik eventjes laten zien dat ik me ook staan kan houden en die titel kan pakken. Ja. Kan ook, het kan ook niet lukken. Het kan ook zijn dat het je niet lukt. Er zeggen nee. mensen, ja, heb die Siri Muttel was oud, ze uh, had niks met zoeken hier. Kan niet. Nee? Gaat lukken. Ik, maar, ik zie wel als gaat je zo lukken. praat, ik zie die oogjes weer <laughs> je. Ik zie, ik zie... Ja, gaat lukken. Een passie bij je die ik eerlijk gezegd al een tijdje niet bij je heb gezien. Ja, die was even weg. Moet ja. ik je eerlijk zeggen. Die was echt even weg. Ja. 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 Want ik weet nog dat jij me toen op een gegeven moment kwam interviewen. En dat was in uh, Better You. Mm -hmm. In zo, weet je wel. Toen was ik ook niet meer bij Mike en zo. Nou, toen, toen, ja, toen had je een heel andere groenheid had je toen voor je. Ja. Dat was echt een heel andere dat. Ja, je hebt het in interviews, heb ik wel eens horen spreken, ook over een donkere periode in je leven. Ja, wil je daar ja, meer over vertellen? Nou ah ja, die donkere periode in mijn leven, dat was uh, de periode dat ik op een gegeven moment ook aan mezelf zat uh, in, 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 uh, ja, in een knoop, zat, weet je wel. Mm -hmm. Dat iedereen waarvan ik vond dat die uh, op dat moment niet in mijn leven hoorde en ik verder moest gaan, die, 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 die duwde ik weg van me. Weet je wel, mevrouw. Maar iedereen met wie ik een. Uh, Lange relatie zat waarvan ik dacht van ja, uh, ze supporten me niet, er is iets fout, ze begrijpen me niet. Weg. Ja. En die keer heb ik ook gewoon even uit mijn leven gehaald. Ja. Dat was simpel. En, en waarom zat je in de knoop met jezelf? Nou, um, ja, waarom zat ik in de knoop met mezelf? Er gebeurde heel veel destijds, uh, die, die periode. Weet je wel, corona kwam, er gebeurde heel veel in mijn leven op dat moment. Uh, uh, pff, ja, mijn vrouw ging in een dilemma lekker. En, als het op trainen ook niet zo lekker ging. En ja, ik kreeg op een gegeven moment geen aandacht op, op, op trainen of minder aandacht. En het ging niet zoals ik wou bijvoorbeeld op trainen. En uh, met de organisatie, weet je wel. En ik kon het op, op, op die reageren. Op die kon ik het reageren. En, en het werkte allemaal gewoon niet voor mij allemaal. Dus ik had gewoon op een gegeven moment. En ik ben in opkropper. Als, het iets, als je nu iets met me doet, ik, zal ik je zo aankijken. En dan mm. zal ik er misschien niks van zeggen. Maar het blijft wel hier in mijn hoofd malen. En tot. Uh, een paar weken, maanden, misschien een jaar. En dan komt het er een keer uit. En dan denk je van, hey, wat de fuck is mijn Mutter? Waarom? Mm -hmm. Waarom doet hij zo? Weet je wel? Maar dat komt omdat jij maar op dat moment, uh, jij momenten hebt in je leven tegen mij. Dat, uh, jij hebt een moment in je leven gehad dat je mij slecht hebt behandeld. En dat komt op dat moment. Uh, Ander moment komt dat eruit. Ja. Ik ben een opkropper, zo ben ik gewoon. Ik, kan, ik ben nu wel veel meer gaan praten en zo. Ja. Maar ik was echt een opkropper was ik. En dan kropte dat op. En Mike zei het ook altijd tegen mij: zo, Wat is, moet je praten? Je moet meer praten met mijn me dit en net. En ik zei van ja. ja, ja. Maar ik denk dat het gewoon ja te maken heeft met mijn jeugd of zo, wat dan ook. Ik weet echt niet precies waar het vandaan komt. Maar ik krop dingen op, ik observeer, ik krop het op en hou ik het voor me. En dan komt het later op een ander tijdstip, komt het eruit. Ja. En zo kwam dat eruit. Dus bij mijn vrouw en bij mij kwam dat zo eruit. Ze moesten gewoon van mij vandaan, weg. Ja. ja. En dat is echt rust op, op, op nodig. Voor mensen die jou niet goed kennen van de buitenkant. Ben je al heel, heel joviaal en druk en out, outgoing. And... Ja. Ja, en altijd lachen, altijd lachen op mijn gezicht, die was toen even weg. En uh, ja, dat ben ik wel, weet je, ja, dat ben ik gewoon. En, uh, ja. Ja. Hoe donker is het geweest om je heen? Ja, donker ook met mijn zus, weet je wel. Mijn zus zie ik ook niet. Ze gaat heel veel problemen uh, en, uh, in mijn leven en, uh, en van alles. Mijn zus die zie ik ook nu, die is ik ook een tijdje, die ook problemen aan me mee gehad. En dat vind ik ook gewoon heel zonde, weet je wel, want ik hou van mijn zusjes en broers. Ja. En, uh, ja. Dus, uh, ja, alles kwam een beetje hard op me af. Ja, en, en zeg je, nu heb je wel iemand die met je praat. Is dat ook wat je in die periode geleerd hebt? Dat je dat dus kennelijk nodig hebt om wel bepaalde gevoelens te kanaliseren en te uiten? Ja, nu wel, ja, zeker. Ja. Ja, ja dat doe ik nu wel. Ik ben, niet dat, ik ben daar niet van, van die psychiater shit en alles, nee. doe ik niet. Ik uh, praat gewoon met mijn vader, weet je wel. En dan bedoel ik, uh, mijn vader die boven is, daar praat ik mee. En mijn moeder kan ik heel goed mee praten. En uh, ja... En als er wat is, weet je wel, als er wat is, dan zeg ik het ook sneller tegen Mike en zo. Dan zeg ik het wel sneller nu, mocht er wat zijn en zo. En uh, met hem probeer ik ook meer te praten nu gewoon, weet je wel. Dingen die moeten doorzitten en zo. Ja. En als er wat is. Ja. Als je het over Mike hebt, dan een van de dingen... Even, misschien wel voor mij persoonlijk een van de grootste what the fuck momenten van de laatste jaren... was toen ik op een gegeven moment hoorde dat jij weg was bij Mike. Want ja. kijk, als je het over Mike hebt, dan Jury Messi is natuurlijk de originele Mike Jim Maar ja. daarna ben jij meteen, want jij bent... Meer dan wie dan ook een eigen product van Mike. En jullie ja, waren. Letterlijk. Nou ja, ja. 18 jaar lang of weet je hoe lang. On, Onafscheidelijk. Altijd ja. samen alles meegemaakt. De successen en, en de dieptepunten en zo. Toen ik ja. dat hoorde, dacht ik echt van. Hé? Ik begreep ja. er helemaal niks van. Ja, ik denk zelf dat hij ook schrok, weet je? Want het kwam zo in één keer zo. Bap. En dat zeg ik. Dat is in één keer die uitlaat kleppen in één keer. Dat ik krop en dan in één keer boem. Ja. Weet je wel? Hoe explosief ik kan zijn in de ring, hoe explosief ik in het real, real, echte leven ook kan zijn naar mensen als er wat is, als ze me wat flikken. Dus zo, uh, ja, zo, zat ik, zo zat ik gewoon in elkaar. Maar dat was wel echt een moment inderdaad. Van uh, ja, pff. voor mij was het ook wel eventjes uh, van ja, hoe dan? Ik ben gewoon weg bij, uh, bij uh, de man die me gewoon groot heeft gebracht ja. in het leven, leven. Ja, ook wel in het leven moet ik zeggen, want ja. hij heeft hij heeft me wel echt dingen geleerd en zo. Het voelt echt als een, als, een, als een paps voor mij. Ja, hoe nice. is dat geweest voor jou die periode? Zwaar hoor. Ja man. Ik miste een wel. Elke keer als ik naar mijn telefoon keek: bericht hier, gaat hij mijn app of Dat soort dingen. Of ik wou hem een berichtje sturen. Uh, ja. Soms ging ik in mijn telefoon scrollen en dan keek je naar foto's. Is echt, ik leek net ja. een blijf, jongen. Ja. Ja, maar het is ook dat een soort verkering, wat je uit. hebt, toch met elkaar, dus zo lang dat ik en dun alles meemaakt, dan heb je dat ja. Al ja, al bepaald. Het is, is het net ja. een relatie, toch? Ja, is wel zo, ja. ja. Ik, kan een keer, uh, ik weet een keer hoe je het wil, maar het is, het is wel zo. En dan ging ik in mijn telefoon kijken, en dan keek ik naar foto's. Hij en ik weet je wel, aan het lachen waar, dat soort dingen, en zo denk ik van teringen. Ja. Wat heb ik gedaan? Waar is het misgegaan? Maar ja, maar ook allebei onze ego, weet je wel. Hij liet niks horen, ik liet niks horen en zo gaat het. Ja, en ik weet, maar kijk, nee, mensen nee. die Mike een beetje kennen weten dat er buitenwereld kan heel hard zijn. En heeft toen ook publiekelijk zo'n afstand van je genomen. En mensen die hem wat beter kennen weten dat het hem wel degelijk raakte. Dat het hem ook pijn deed. Omdat nee. jij natuurlijk ook hem na zo hard ligt. Uh, die breuk een tijdje geduurd. Wat hebben jullie uiteindelijk weer bij elkaar gebracht? Uh, ik kwam tegen. Ja. Ik kwam hem tegen in Den Haag. Kwam ik hem tegen. Of All Places, ja. Ja, Bij echt, Amsterdamse jongens in Den Haag. Zeeretje, jongen, ja. Ja. Uh, in Den Haag kwam ik hem tegen. Uh, Cookie, die moest vechten. Die woonde daar zo, een titel woonde daar zo. Kwam ik kwam hem in mijn kleedkamer tegen. Ik hoorde al dat hij er was. Ik, zeg, uh, ik weet niet meer wie ik zag of zo. mijn Lionel dacht ik, zei ja, oh, is beneden. Ik keek hem aan. Ik dacht, ja? Oké. Okay. Ik dacht, kut. Hè. En hij zat precies twee kleekamers naast mij. Dus ik loop zo voorbij en ik zie hem in de kleedkamer. Ik loop terug. Ik zeg, hey, hey, Mike. Ik zeg, uh, succes, zeg, met de wedstrijd. Hey, ja, dankjewel. Hè. En ik ging weer uit de kleedkamer. Boxie ging en ik ging weer eruit. En toen liep ik naar mijn eigen kleedkamer. Toen zat ik te denken. En ik wou die man zo graag geknuffel geven. als ja? ik zweer je. En ik loop gewoon terug. Ik denk dat de dief is dan maar. Dus ik loop zo terug. Ik zeg, Mike, kom even voorbij mensen. Dus ik pakte hem vast en gaf hem mijn knuffel. En die hielden we echt ook even, even vast. hè? Heel ja, raar, die hielden we ja, echt even vast. <laughs> ja, met die knuffel. En toen uh, zei ik, ja, veel succes met de wedstrijd. Zei, dankjewel jongen. En toen zei hij, als er wat is, uh, kom gewoon naar me toe, gaan we even praten. Ja. En op dat moment is het, um, ik heb op dat moment heb ik de, hoe noem je dat? Uh, ja, is het eventjes gewoon, weet je wel, verbroken gewoon wat we hadden. Dus ja. eventjes gewoon even, weet je wel, heb ik hem even gebroken en toen hadden we weer een beetje contact. Uh, toen begon ja. het weer een beetje te, te gaan. Toen hebben we afgesproken in de Van de Vallenkantel. Geen praten samen. We wat drinken, wat gedronken en zo. En toen kwam het weer een beetje. Ja. Toen uh, had ik weer mijn eerste trainingsdag daar en zo. Ja. Hoe hoog was die drempel in die kleedkamer om naar hem toe te gaan en om hem die knuffel te geven? Ja, dat drempel was wel hoog hoor. Het was wel uh, was heel nou ja, hoog. Het was toch wel een moment van, dat ik in mezelf zat weet je wel. Dat ik dacht van... En iets zei tegen mij en mezelf: "Fok die ego van jou. Ga een stap op die man af." En ik moest ik denken aan wat die man ook allemaal voor me had gedaan, weet je wel? Hij heeft veel voor me gedaan, Mike, weet je wel? En, mm. en dan laat ik zo'n ego, laat ik het komen. Nee, man. Toen dacht ik echt zo van: ga gewoon naar die man toe, weet je wel? Ik bedoel, als hij nog boos op je is, dacht ik, dan is hij boos op je. Maar je hebt het geprobeerd. Ik ben naar hem toegegaan. En hij heeft me echt een dikke. Ik heb denk ik nog nooit zo'n dikke knuffel van hem gehad. Hij kneed me fijn ja, Maar hij was wel een lekkere knuffel. Het was wel, uh, moet ik zeggen. Ik vond het wel fijn. Ja. Weet je? Ja. Ik was er echt blij mee. Ja, goed dat je dat gedaan hebt. Ja, was echt. Was ja. echt uh, ja, want als je twee mannen hebt met de met groot ego allebei. En Ja. Er moet één iemand zijn die zijn ego ja. even aan de kant ja. Ja. kan ja. zetten. Dat is echt zo. En hij is daar ook kijk, uh, weet je wel, ik denk anders, andersom had hij dat ook anders ook gedaan, weet je wel. Ik was hem nu even voor, gelukkig. Normaal is hij mij altijd voor met alles. erop <laughs> en de <laughs> Nu was ik hem even voor. <laughs> anders had hij gelaten. En ik voelde me fijn dat ik het had gedaan gewoon. Ja. Ik ja. voelde me fijn daarbij. Hoe is het nu tussen jullie? Goed. Ja? Goed, ja. Is dus het was ja. van ouds? Merk je dat het anders is? Ja, het begint steeds te komen. Kijk, hij is uh, natuurlijk druk met van iedereen. Die jongens die er allemaal trainen, weet je wel. Uh, net zo ook altijd zo blijven. En... Ik zal ook altijd ik blijven, weet je wel. Dus ik doe gewoon uh, mijn trainingen. Als je wat zegt, ik luister naar hem. Ik doe dat even indraaien, daar een stoot overheen. En dan zie ik hem kijken of kijk ik eventjes naar hem. Dan kijkt hij naar me. Zegt hij, wat? Zeg, nee, nee, nee. Ik zeg, ja, ja, je weet dat het goed is, dan zou je die naar me kijken. <laughs> weet je, dat soort dingen. Of ik hoor, uh, goed zo groen uit. Ja, dat soort dingen. Dus dan weet ik wel weet je, dat ik lekker bezig ben. Ja. En dat is dan even lekker als je dat te horen krijgt. Nou ja, het gaat nu allemaal beter, weet je wel praat ook wel lekker met mensen en, zo. en uh, ja toevallig vanochtend hadden we het nog erover. ja hij zit op de loop want hadden we vanochtend nog over en uh, werd lekker bezig toch jongen Pas te houden, zo dit en dat ja als je kijkt naar een paar maanden geleden of een jaar geleden waar je zat en kijk waar je nu zit weet je je glinstert weer uit je ogen zegt die, je ziet er sterk weer uit die bent weer aan het uh, sparen aan het knallen weet je wel uh, ja dat heb je nodig dat ben jij ja. Het andere ben jij niet, dit ben jij. Ja. Weet je wel, dat soort dingen, daar dat we is weer een beetje erover. En dat toch, voelt toch fijn, voelt toch. Uh, ja. ja. Nou heb je in de gym heb je ook altijd een bepaalde hiërarchie. En je was, voor je wegging was je natuurlijk gewoon daar ja, een van de top dogs. Ja. Ja, en de meest ervaren. En, en nou, misschien ook wel met de grootste mond. De, de Alfa ja. een beetje. <laughs> um, dan ga je weg en dan komen je nieuwe jongens. Er komt ja. er Toussashi erbij, Chico die je is, ook een player is in jouw ja. divisie. En wat andere nieuwe jongens en zo. Je verschuift die hierarchische verhouding een beetje. Hoe, hoe sta jij nu in de, in, de, in de wolfpack, zeg maar? Nou, ik ben nog steeds een van de, van de wolf ja? ja, Zal je plaatsje veroveren of moet je daar even wat uh, roppetjes voor uitvechten? Ja, ja, ik moest wel wat uitvechten. Ja, ja zeker, zeker. Dat is zeker, ja. Kijk, want je hebt natuurlijk het blijven wolf, hè. Jongens met, uh, met een... Um, uh, ja, hoe noem je dat? Toch uh, ook een bepaald ego en... Um, ja, ze zijn allemaal wolven, zijn het gewoon. En je moet daar gewoon... Uh, toch wel overheen zien te gaan. Zeker als je heel lang weg bent geweest en je komt weer terug, dan uh, moet je je toch maar zien te bewijzen tegen die gasten. Want ze zijn allemaal de... stappen hebben ze gemaakt mm -hmm. he? en ik ben blijven hangen, want ik ben niet verder gegaan met kickbox. Ik heb het mma werk gedaan. Dus ik moet weer kijken waar ik daar tussenpas, weet je wel. Ja. Dus uh, ja, in het begin moest ik me toch wel even voor, voor, voor bewijzen. Maar ik had zag ook wel een paar, bepaalde jongens van, hmm, ik moet toch blijft toch groenhart. Ik moet toch even scherp blijven. En dat heb ik dus wel weer, weer wel, weet je wel, van. Um, ik wil niet zeggen of het een bepaald angst is, maar als ik daar sta en ik ga sparren met ze, zijn ze wel extra alert en scherp. Weet je? Ja. En ik kon, dus kon ik, toen ik terugkwam, ik kon echt niks. Nee. Weet je wel? Maar ja, ze waren toch wel alert en scherp. Toch dus dat, is weer, ja. dat was weer kut voor mij. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Omdat ik weer, ja, ik moest dan nog ook weer scherp daarin zijn. Weet je ja. wel? Dus, uh, maar ja, dan had je van die nieuwe jongens die dan uh, inderdaad alert en scherp waren en die brutaal waren. En uh, die dan hard op me kwamen en zo. Ja, ik ben iemand, ik heb een logboekje hè, en dan schrijf ik elke naam op die me eventjes iets harder heb aangepakt, of eventjes iets kut heb aangepakt, of iets weet je wel, en dan schrijf ik zijn naam op in mijn boekje, of oké, die en die, ja zo ben ja? ik echt. Ja. En later als ik meer in een sparren, weer evolueer, evolueer, en dan kijk ik die jongens aan, oh ja, jij was het hè, en ja, dan pak ik het op mijn boekje, en dan ja. zijn ze de nog? Ja, 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 dan wie kan wie ik die staat, afstreven. Wie staat er nog in je boekje? Um, nu, wie heb ik in mijn boekje nu staan? Ja, ik heb wel iemand in mijn boekje gesteld Maar dat houden we je nog even voor wil niet waarschuwen. Houden <laughs> we nog even voor me. We okay. gaan ze dus niet waarschuwen inderdaad, ja. 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 Maar het is ook wat dat betreft. Want in die tijd dat jij wegging. was een periode best wel veel jongens weggingen bij Mike. Abena ging toen weg. In één keer. Ja. Ja, ja, ja. Dus in één keer was er een hele zoon. In één keer ja. heel veel ja. jongens. Tegelijk of vlak na elkaar ja. eigenlijk weggingen. Uh, en daar is wel wat nieuw bloed voor teruggekomen. Ja. Ja. Zo, hoe, ja. hoe is nu de, de sfeer en, en de verhouding en dergelijke? ik had het ook met Chico lastig over. Ja. Op een gegeven moment kwamen er weer een paar maanden internet en dan kwamen we trainen in de ochtend. Gingen we weer lopend pakken, Chico en ik en anderen. En uh, toen ik op de loper zat, hoorde ik Chico ook weer zeggen: Van hij wil net als vroeger weer op die lopen. Want dus Chico vond het ook weer fijn dat ik er was, weet je wel. En, en hij, hij, hij miste dat ook gewoon, weet je. Want in het begin, in de coronatijd werkten wij ook veel samen. En dan was alleen Chico en ik daar zo. Niemand was er. Mm. En op een gegeven moment kwam Melanie erbij. Melanie Geugels kwam erbij. En verder was er niemand in die coronaperiode. We waren er met drie op een gegeven moment. Mm. Dus we werkten veel samen. En toen was ik weggegaan. Dus nu was Chico weer blij dat ik er was. En toen gingen we weer op de loop aan stappen. En we gingen weer in de ochtend trainen. Chico vond dat echt fijn weer, weet je wel. En hij heeft me, ik moet zeggen, hij heeft me wel echt door, ook wel er doorheen geholpen, Chico. Want ik was hier zo. En Chico heeft me toch weer eventjes er doorheen geholpen met bepaalde dingen. Met sparren, met oefeningen. Hij heeft me echt weer wel doorheen geholpen. Ja. En nu merk je weer met. Um, met de trainingen weet je wel dat het weer begint. Weet je, de vaste jongens er weer zijn en dan begint weer die pek begint weer te komen. Uh, ja, het begint toch wel weer fijn te zijn. De jongens hechten aan elkaar. Dus weet je wat, sparren wordt harder, het wordt strakker, het wordt scherper. Dat krijg je weer wel. Ook met uh, Motosashi bijvoorbeeld. Mm -hmm. Wij hebben, we moeten nu samen voorbereiden. We trainen veel samen. Uh, we sparren samen hard, strak, scherp, weet je wel. Het gaat gewoon lekker, gaat dat gewoon. Dus ja. zo merk je dat de jongens die er nu zijn, dat ze. Dat we een soort pek beginnen te, te worden, weet je wel. En dat de jongens die straks weer nieuw komen, dat die gaan vlees zijn. <laughs> want zo gaat ja, het. Dacht, ja. Maar <laughs> ik nou, was ook vlees toen ik weer kwam. Ja, maar nu met Chico. Toen je wegging was hij een talent. Nu is hij opeens je concurrent eigenlijk ook. Want hij is ja, misschien oké, dichterbij ja. datgene wat jij wil. Ja, namelijk ja. een titelgevecht. Een titelgevecht, klopt ja. Dat is ook even ja. winnen voor je, voor je. Nee, niet. Nee, 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 nee. Mensen ja, Niet vergeten, ik heb ook al toen ik al die tijd uh, bij Mike's Gym trainde, uh, vocht ik een toernooi met Johan Congolo erin. Mm -hmm. nou, Teamgenoot, ja. Die, pakte ik, die, die trainde ook bij ons, Johan Congolo. Artu Kishenko, nou, die trainde ook bij ons. Ja. Dus allemaal concurre concurrenten, maar ja, ze trainden wel bij ons, weet je wel. Kijk, ik zeg, ik zeg altijd, degene die het beste oplet, die het meeste uren maakt, die zal, die zal gaan winnen. Ja. Heel simpel. Dus, uh, ja, Chico en ik zitten in dezelfde gewichtklasse. En uh, weet je, uh, we trainen hard, we knokken hard. En degene die het beste oplet en die de meeste uren maakt, ja, die zal het winnen. Ja, heel Mensen, simpel. Ja. Mensen die Chico uh, kennen, die met hem trainen of hem zien trainen, zeggen van: het is, weet je, wat je van hem in de ring zit, is nog geen schim van wat hij echt kan eigenlijk. Is dat zo? Dat hij, dat hij in training eigenlijk nog veel beter is dan wat hij in de wedstrijd laat zien? Uh, nou, weet ik niet hoor. Nee? Nee. Ik vind hem in de wedstrijd ook wel uh, goed. Scherp. Ja. 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 Want kijk maar. Kijk wel. Weet je. Als ik hem zo zie in de wedstrijd. Hij houdt goed zijn reach. Houdt hij. Ze komen niet bij hem. Hij komt trainen. kan je ook af en toe met sparren. Kan je af en toe spelen. Weet je wel. Dat soort dingen. Maar mm. daar moet je scherp zijn. Je moet strak nee. zijn. Daar kan het niet. Uh, snap je? Nee. Dus uh, ja, de mensen die dat zeggen. Ja, ik denk het niet. Ik denk gewoon echt dat hij zich uh, op, in de ring wel goed laat, laat zien. Dat moet ook wel, want als hij een partijtje vliest, dan uh, staat hij weer aan de achteraan. Ja. Yeah. Hey, nou, Dan nou, heb je altijd een bepaalde uh, verhoudingen in de gym. Heb het net over gehad. Hier reageert ook altijd het gast in de gym. Uh, je hebt altijd iemand die altijd als eerste is als een sparren is, bijvoorbeeld. Wie is dat bij jullie? Ik. Ja. Laten we het hier nog over hè. Ja. Murray, wist je nog toen je sparren met die oude tijd? Ja. We kwamen de sportschool allemaal binnen, maar jij zat al daar zo een beetje zwacht als aan en zat je zo. Naar de voordeur te kijken wie er allemaal binnenkwam. Je had echt wel die blik in je ogen, jongen. Dan gewoon eens op broek. Dat is je: zo dat... laatst. Maar wat is dat dan? Uh, mind games, altijd... mental warfare of zo? Nee. Ja? <laughs> ja, ja. Maar ik was altijd, altijd, want ik, ging, ik, was, ik was altijd eerst met sparren, want ik ging me altijd opwarmen eerst. En ik vond het lekker om er eerder te zijn, omdat ik me daar ging opwarmen. en dat ik dan tijdens de sparren gewoon lekker kon gaan, snap je? Ja. En dat zo was ik altijd, zo ben ik nu nog. En uh, toen was ik, uh, ging ik me al lekker opwarmen en dan kwamen ze binnen en dan zagen ze mij opwarmen en dan zagen ze, dan ze, een blik van mijn gezicht op en toen dachten ze al van oké, okay, nou, dit ja. wordt gewoon uh, oorlog. oorlog, ja. Maar soms was dat niet eens zo, <laughs> snap je? <laughs> soms keek ik gewoon, ja. hey fucker boys. <laughs> ja, maar <het lacht> niet uit, je even niet binnenlopen, met Er ja. zit daar gewoon al met zijn beetje ja, in. Maar dus, uh, ja, Maya, ze zagen mij binnenlopen en dan dachten ze van oké okay, oorlog. Ja. Maar als ze bijvoorbeeld mijn broertje binnen zagen lopen, Fernando, dan wisten ze al meteen, ja. klaar, dit wordt oorlog. <laughs> Ja, en, en heb je er ook altijd? Die is altijd te laat. Wie is dat bij jullie? Kom, we gaan even een nijmegen Wie is dat nou ook weer altijd te laat? Uh... Wacht even hoor. Wie is het nou? Ja, Cookie, denk ik. Cookie, hè? altijd te laat, denk ja? ik. Ja. Terwijl het begon wel goed te gaan is, de... want dan kwam weer op tijd uit de voorbereiding. Maar ik denk dat nee, hij het is. Nou, vandaag was je ook al op tijd eigenlijk. Vandaag ja. was je ook op tijd. <laughs> hey, en wie is, wie is de grote gangmaker? Wie is de roegangers? Uh, uh, Rodrigo de Roderico. Roderico, ja? Oh ja? Deze die, man, jongen, je gaat helemaal ja, stikken deze man. Allemaal para, allemaal, hij is helemaal para, jongen. Hij komt binnen. Hé, hey, Murto, wat fuck, how are you, man? <laughs> Zo begint als hij binnenkomt. Mijn man, mijn brother. <laughs> en dat zo begint hij. Hij zegt heel de best man. <laughs> ja, ja, ja. Ook dat het hard aan het trainen, ook, volgens mij. <laughs> ja, Rodrigo ook. Wel. Hij heeft, tenminste, trainen, hard vechten. Die man ja. traint nu. Een weekje traint hij. Ja. Een weekend heeft hij een wedstrijd. Hij komt er tegen en zegt: Hé, hey, mouwa, hij is helemaal goed, man. Next week even een fight. Hij zegt: Again? Hij zegt: Yes, again, man. een fight only, man. <laughs> Die volgende week weer een gevecht. Hij heeft drie gevechten drie weekenden gevecht of zo. Ja, ja hij heeft echt veel. <laughs> nou, lekker actief. Ja. Hey, en en, en uh, tot slot, eventjes dan over de gym. Wie is het grote talent dat bij jullie rondloopt, dat nu nog niemand kent, dat binnen een jaar op de kaart staat bij iedereen? Nou, grote talent. Het rondloopt nu. Chico kennen jullie al? Ja. Uh... Nee, natuurlijk kan ik nee, niks zeggen. Nee. van iemand. Nee. Oké, okay, denk even wel van. Iemand die nog niet in Glory vecht bijvoorbeeld, maar, maar wil zeggen, nou die komt eraan. Nee, weet je, het is, er zijn ook veel buitenlandse jongens ja. die bij ons trainen. En die gaan komen trainen, hebben een trainingskampje en dan gaan ze weer weg. Weet je, dus niet echt iemand die blijft hangen of zo. Nee. Dat hebben we niet. Niet meer. Eerst wel, nu niet. Dus... Uh... Nee, nu niet. Nee, nee. nee, want de meeste uren. Kijk, ik ben, er nu al, ik ben er nu elke dag. Ik ben er in de ochtend, ik ben er in de avond. Uh, soms in de middag. Weet je wel? En, en uh, ze zeggen nu tegen mij: Murder, jij slaapt hier gewoon op die gym. Weet je wel? Want ik, als ik kom, uh, ben je er. Als ik wegga, ben ik er. Ja. Dan kom dat ik mijn uren wil maken. Weet je wel? Ja. Ik, en goed wil maken. Ik wil goed eten, ik wil trainen. Dus niet uh, mijn uren maken en overtraind zijn, snap je? Maar alles wil ik goed doen. En ik zie niemand nu die dat ook nu doet. Snap je? Nee. Dus ik kan niet zeggen... iemand die er nu veel is en die, die talentje is... dat kan ik niet zeggen, nee. 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 typeert wel wat je nu omschrijft over jezelf... dat die echte honger er echt wel weer is. Ja, want dat had ik eerst niet. Nee. Dus het, uh, ja, nu ik het erover heb... en je weet, ik ben van het visualiseren... en ik ben van het uitspreken... en dan komen dingen tot gang... en dan krijg je dingen. Daar ben ik al erg van. En ik merk nu, zonder dat ik het door heb... dat ik, weet je wel, ik voel me goed... En ik spreek ze uit hoe ik me voel. En uh, ouais, waar ik aan denk... Ja, dat, 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 dat komt tot stand. En dat spreek ik uit. En dat is belangrijk. Dat je daar, daar bewust van bent. En ik doe het ook in het onbewuste. Weet je, ja. dat gebeurt ook. Ja. Dat is wel belangrijk. Ja. En, ik, en ik weet wel ze op een gegeven moment... een periode met jou... Dat op de weging, nou, was je altijd al een soort van aan, hè maar. En ja, dan, als, altijd, jij, ja. als, als jij van de C daar moest, dan kwamen er altijd twee extra beveiligers bij, want dan kon het wel eens <laughs> uit de hand lopen. En, en, en op een gegeven moment had je dat in. Op een gegeven moment dacht, nou, maar hij is rustig geworden, hij heeft niet meer zo ja. gewonnen standje. Maar had het misschien ook bij te maken dat je gewoon een beetje uitgeblust was op dat moment? Dat denk ik wel, daarom zeg ik tegen, ik, ja. ik had het was echt een periode, ik had echt eventjes weg moeten ja. gaan, maar dat had ik gewoon nodig. Ja. Het was gewoon eventjes niet meer, ik was gewoon eventjes weet je, uitgeblust, was klaar. Uh, die ging weg, die ging weg. Ik had al tegen die gevochten, ik had al tegen die gevochten. Die vuur was daar ook niet meer in die klasse, vond ik echt meer, weet je wel. Want dan moest ik weer tegen die zeggen: Ja, waarom moet ik weer tegen hem? Ja, ja, ja. Weet je wel, zo ging het toen een beetje. En dan dacht ik van ja. En het was ook een beetje weg toen, het vuur. En normaal heb ik dat vuur altijd. Dan moeten ze inderdaad bij de weging, moeten ze me tegenhouden. En dan sta ik daar al en dan Kwamen sommige gevechten naar me toe: Hé, hey, we zijn toch wel chill, chill naar de gevecht. Kwamen ze naar me toe: We zijn toch gewoon chill. Je zegt nee, nee, ja, tuurlijk, maar sorry, maar, sorry maar, maar zo ben ik altijd. Ik weet niet hoe dat komt, maar het is gewoon iets in me. Ik kan er echt niks aan doen, hè? Ik ben gewoon zo. Ja. Het is ook niet dat ik wil doen voor camera of zo, wat dan ook. Nee, dat doe ik nooit. Ik, maar ja, dat kan je wel zien naar al die gevechten die ik heb gehad. En elke keer dat ik op de ging, heb gestaan. Ik ben gewoon zo. Ik ben gewoon heel erg vurig, gewoon. Emotioneel, dat is daar eigenlijk... Emotioneel kan je ja, zeggen, emotionele ja. Een emotionele ja. jongen. Ja. 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 Kijk, soms is het ook belangrijk om die emotie te brengen in je gevecht, maar je moet weten hoe je het moet kanaliseren, die emotie. Mm -hmm. Want als jij. Puur alleen maar emotie gaan laten zien, ja, dan, ver dan verlies jij je, je wedstrijd. Ja. En dan verlies je alles om je heen. Maar als je die emotie op de juiste uh, manieren kan gebruiken. Ja. Kijk, dan, dan ben je, een echte, dan ben je ja. een echte. Als je dat kan kanaliseren ja, en juist. omzetten in het gevecht. Ja, ja. En, en iemand die je net al noemde, die dus wel echt het bloed onder die naast vandaan haalde, die echt niet moet, dat is dus inderdaad toen bij. Ja. Is dat de enige? Ja, hij waakte wel echt uh, inderdaad het hele, het wel goed hoor. Terwijl daarna. En uh, was ik gewoon, op een gegeven moment was ik gewoon uh, uh, scherp, weet je Toen wist ik van, oké, okay, deze man die gaat, gaat het doen. Mm -hmm. Trap er niet in, weet je wel. Ja. En toen was ik in één keer, uh, en, uh, kwam je in één keer met dingen uit de kerk in één keer. Uh, dat soort dingen allemaal. En dan kwam je met gekke shit. Dat ik van, deze man, jongen. En toen werd ik in één keer dat weer, weet je wel. Maar ja, de laatste keer dat we knokken, was ik, toen had ik dat niet. Nee. Toen was ik wel rustiger. Dus ja. ik kon niet doen wat hij wil, maar toen was ik rustiger. Maar toen was ik ook niet aan. nee. Nou, de laatste keer volgens mij ging je bij de weging ook niet helemaal goed doen, toch? Nee, maar luister, een keer daarvoor, ja. als hij zo'n broek naar me had gegooid. Ja, oké. Okay. Vriend, ik beukte <laughs> dus de iedereen, dan om... kan die me wat tegenhouden. De omstandigheden viel het mee. Snap je, ja. ik was kalm, man, ik was rustig. Op een gegeven moment, luister, als mijn broertje als Mijn broertje, mijn broertje komt op een gegeven moment aanrennen, mm. Fernando. En als hij komt aanrennen en ik zie dat, dan ben ik aan. dat is gewoon, de, wij knokken iedereen, we beuken iedereen die ons weg staat. Het is normaal, altijd zo. Nachtleven was het altijd zo. En nu ook. Hij kwam aanrennen, mijn broertje. Want die andere twee matties van Do Mee kwamen ook op een gegeven moment. Omdat mijn broertje kwam aanrennen. Ik was gewoon kalm, man. Ik dacht van: hé, laat het. Weet je wel, het zou wel goed zijn. Weet je wel. En uh, laten we me niet te gek maken. Maar normaal zou ik deze man gewoon opeten daar op de weg. Als iemand er zoiets nou me zou flikken. Gewoon. Ik dacht later, dacht ik erbij, er ja. na Dacht ik van: what the fuck, man. Maar, maar, maar ja, het is gewoon. wat ik natuurlijk be wil bewerkstelligen bij jou. Ja, ja. Maar ja, dus weet je wel. Het, het, uh, als hij dat had gedaan, weet je, en ik was gewoon zoals ik nu ben fit ben en ik ben nu gewoon, weet je mezelf en had het gedaan. En ik was dan waarschijnlijk zo op hem afgegaan, had het wel die extra dingen bij mij eruit gehaald, weet je wel. Mm. En daar hou ik van. Ja. Snap je? En ik weet dan op dat moment, nou, in de wedstrijd, weet ik wel mijn rust te bewaren en niet helemaal wild te gaan doen. Dat weet ik wel. Uh, dat heb ik in de jaren geleerd, in mijn vechtervaring en zo. Ja. Heb, dus, je zijn, uh, heb je zijn PFL debuut gezien? Ja, maar gruwelijk, ja. Gruwelijk, ja. ik kan niks anders zeggen. Ik vond het echt gruwelijk. Ja. Ja. ja, dat kan je nou wel. Die waardering kan je daar wel van ja, open. Ja, ja. Maar na de wedstrijd ook meteen. Ik ben, we hebben elkaar uh, een uh, hand gegeven na de wedstrijd, weet je wel. Dus die waardering gaven we elkaar ook weer gewoon. Weet je wel, kijk, hij heeft mij gewoon nu gewoon, de laatste wedstrijd heeft hij me gewoon goed gepakt. Ja. Klaar, heel simpel. Ik heb één keer van hem gewonnen, hij heeft twee keer van mij gewonnen. En uh, ja, hij heeft gewoon goed gepakt en met zijn mma debuut, Ik was naar het MMA overgestapt. Daarna is hij overgestapt naar het MMA en hij doet het nu goed in het MMA. Ja. Hij heeft die PFL heeft hij die man echt laten zien en ook met die mind games hè? Ja, maar dat wou ik te zeggen. Dus dat was wel <laughs> echt classic Doombay, hoe die opkomt met het matras onder zijn ja. arm, weet je wel. en hoe die het publiek liep op te jutten en zo. Zelfs, zelfs opkomstmuziek. Ja. En een zijn naam. Nou, dat doet ook wat met je dan. Ja. Dat is ook uh, kut. Ja. Ja. Dus uh, ja, en die jongens die die kennen dat nog niet. Snap je in het MMA-wereld? Dus hij bracht het ook naar de MMA-wereld toe. En daar kennen ze het niet. En denken ze: what the fuck. En daar raakten ze eventjes. Uh, ja, ja. Even van der ja, ja, dat werkte goed inderdaad. Maar is dat die, inderdaad, zit dat nog in je hoofd mm. dat je die nog wel terug wil halen? En dan het liefst in het MMA. Want er dus, wordt over gesproken. Ja, zei, maar, maar ja. Is dat, je echt graag als ik ooit als een MMA-partij wil weer gaan draaien, dan zou ik het tegen hem willen draaien. Ja. Ja. Welk voordeel heb je in het MMA op hem wat je in het kickboksen niet hebt of meer hebt? Nou, hij is wel goed. Ik heb gekeken naar hem. En hij is wel veelzijdig ook wel dus dat worstelen, dat uh, sorry, dat worstelen, dat zou ook wel goed kunnen. en hij kan dat ook goed dat worstelen. Mm -hmm. dus het wordt wel een uh, een uh, ja, een worstel kickboxerachtige wedstrijd. maar met maar de heb ik hem nog niet echt niet gezien, ja, niet dat echt goed gezien. gezien, ja inderdaad. en ik heb wel wat gapro-wedstrijden gedaan ik ja. dus ik denk dat ik met grappelen misschien wel voordeel zal hebben. maar wat ik zeg weet je wel, ik heb nu uh, Zolang uh, geen MMA, grappelen, en dat soort dingen gedaan. Ik ben alleen maar focus op kickbox. Dus mocht het partij tegen hem komen, wil ik maanden voorbereiding hebben. dat ik me weer helemaal uh, uh, goed kan voorbereiden, weet je. Ja, is, is hij ook jouw grootste? Als je kijkt en je hebt een hele lange carrière, heel, heel, veel, heel veel gasten gevochten. Je hebt nog zo'n trilogie, zo'n rivaliteit die je met, met Nicky Hoske had. Ja. Uh, ik, maar is doen wij daar van al die, die trilogie of al die, die rivaliteiten echt jouw? Ah, het is vijand. Ik moet overdreven, maar... Wel. Je ja? ja. Vijand, ja. Ja? Ja, man. Ja. <laughs> ja? ja, man. Je zegt dat gewoon zoals het is. Ja, ja ik zeg gewoon zoals het is. Het ja. was echt zo. Want ik, 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 mag, ik haat mensen niet snel. Ik had echt nee. een hekel aan hem. Maar hem. wel. En dat zei ik ook toen. Ja, nu niet, nu niet toen wel. Maar die man heeft me wel... Uh, en daar moet ik hem ook voor bedanken. Hij heeft me wel diep in mezelf laten graaien. Ja. Snap je? En dat is wel belangrijk, hè? Want kijk, uh, hoe mensen tegenover je staan, hoe mensen het doen. Hij heeft mij wel uh, echt diep in mezelf laten graaien van... oké. Okay. Hoe dan? Nou ja, hoe hij doet, weet je wel, en, en wat hij allemaal zei, weet je wel, om me niet uit mijn slof te laten, laten gaan, weet je wel, en ik ben al een heel geduldig persoon en nu moest ik nog geduldiger zijn en, en het kookte al en ik moest weer echt in mezelf gaan grijpen van wees uh, uh, scherp, alert, want hij probeert je uit iets te halen, weet je mm -hmm. en de tweede wedstrijd, de eerste wedstrijd deed hij het ook al de tweede wedstrijd ging ik er niet in mee en toen pakte ik ook die titel van hem en de derde wedstrijd ging ik het weer doen, maar op een andere manier weer, weet mm -hmm. je wel dus uh, ja, daar heeft hij me wel echt uh, mee geholpen. Dus ik weet nu, als andere mensen dat gaan proberen, weet ik nu wel hoe ik daar om mee moet gaan. Ja, uh, even een gewetensvraag. Stel nou uh, uh, over een paar maanden, je krijgt de keuze. Je krijgt of een vechten tegen Semeleer of je kan nu een vechten tegen Doemeer. Wat kies je dan? Het is allebei hetzelfde dag. Je moet so, eentje kiezen. Oh, dan ga je heen. <laughs> nou, de eerste ben ik een moneyfighter. Ze dus geeft mij maar de poen. En dan weet ik dat als ik... Die partij komt met die titel tegen B. bij PFL. En dat het sowieso meer geld gaat uitbrengen dan ja. uh, tegen C. Okay, je, okay, je krijgt voor allebei partijen evenveel geld. Geld is geen factor. Je moet eentje kiezen. De titel tegen C Of gewoon die precieze gevecht tegen B en PFL. <laughs> dat, denk ik, uh... dat denk ik tegen Doembe. Ja? Ja, denk ik wel. Ja. Dat vind ik, wel, die vind ik wel bijzonder. Dat je toch die dan. Ja, dat dat toch nog, dan, dat, nog net even dieper zit dan die wens om die titel te pakken. Ja, ja. ja raar hè? Ja. Die ja. nee, raar dat is niet raar, dat is persoonlijk. Ja, ja dan is het persoonlijk inderdaad, ja. joh. Ja, dat is persoonlijk. Ja. Eigenlijk is ja, alles is persoonlijk bij mij. Ja, grappig. Goed. Personal shit, ik heb personal business met hem. Ja, unfinished business. Ja, echt zo. Ja. Als, als je nou uh, uh, gewoon nu uh, je carrière afmaakt in Glory en die partij met doen mee komt er nooit van... Ben je dan, heb je dan het gevoel dat, dat er iets mist? Dat je iets onafgemaakt in je leven hebt? Nee, ben ik tevreden. Ja? Ja, ja daar ben ik tevreden. Dan mocht het niet zo zijn, weet je Ik ga het niet... Uh, ja. Het is hoe het is. Als het niet komt, komt het niet. Nee. Wat ben je het meest trots op eigenlijk? Tot nu Waar toe? ik het meest trots op ben? Um, ja, ik ben heel erg trots op hoe ik mijn hele carrière is verlopen. En hoe het is gegaan. Echt vanaf begin tot het einde. En de mensen die achter me staan, die me hebben geholpen, weet je wel. Daar ben ik heel erg trots op. Ja. Ja. En niet te zeggen, ik ben ook heel erg trots. Dat moet ik gewoon kwijt. Ik ben heel erg trots ook op mijn vrouwtje. Ja? Die, heeft me, ja, die heeft me zo goed geholpen, gesteund in de jaren dit en dat. Ik denk dat het een andere weg bij me was gegaan. Ja. Nou ja, sterker nog, jij bent dus even ja. bij haar weg gegaan. Ja. En toen je het zelf in het in donker gat zat, zoals je zegt. Ja. Uh, en, en kennelijk staat ze dus nog steeds achter je en staat het gaat steeds. helemaal goed met je. Ja. 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 We hebben natuurlijk allemaal bij onze dingetjes, dit en dat, maar uh, ja, uh, weet je wel, we supporten elkaar alsnog. Dus uh, dat, is, dat vind ik gewoon belangrijk. Ja. Ja. Je vertelt hem, want je, 23 december dus Glory 90. Theodor Ristoff, Bulgaar in Rotterdam. Ja. Uh, nu voor in voorbereiding. En je zit ook even in afzondering, vertelde je nu. Nou, ja. Ik ben nu bij mijn moeder, ben ik. Ik ben in het trainerskamp trainingskamp bij mijn moeder. Ja. En uh, als ik ga trainen in de ochtend, ik kom in de ochtend thuis na het trainen. Zoals zes uur, zo, zes uur gaat me wekken. Soms half zes gaat me wekken om klaar te maken naar het trainen te gaan. En dan kom ik thuis na het trainen in de ochtend. En dan staat er lekker eten voor me klaar. Oh, ja, kan mama om, lekker, kopen? Ja, jongen, ik kan lekker koken. Ja, jongen, ga lekker koken. Wat maakt ze voor je? Uh, ja, van lekkere. Uh, geen rijst, maar bulgur. Ja. Wat gezonder, dacht ik. Had ik gewoon, dacht ik. Uh, en uh, dan maak ze lekkere uh, snijbonen met een lekker sausje van erin. En, ja, gewoon echt lekker eten, gezond eten. Soms aardappelen, weet je wel. Dat noemen we Gronjang, is dat? Heer weet je wel. Ja, ja, Dus, ja. dus Gronjang is dat, noemen we dat. Surinaams eten. En dan maak ze dan klaar. En dan, oh, dat kauw ik, jongen. Dat is niet normaal. Dat is oh, gewoon ja, echt lekker. Dan jongen. Ik denk, ik ga gewoon honger eens gepraat, praten. Ja, praat, ik man. zweer het je. En dan ben ik Fernando's, hey, Fernando jo hoe is het ja goed man en dan doe ik hem op doe ik doe ik, ik zeg ja. kijk hier Die teringlijn bij ja, jij ook echt een tering. <laughs> ik zeg hé, hey, later hè. tuut tuut ga eten ja man en, en, dan, en dan ga ik trainen en dan kom ik uh, en dan ga ik in de middag ga ik weer trainen kom ik thuis en staat er weer een portie eten voor me klaar ik, man. Ja, ja dus dat uh, is belangrijk en om niet te zeggen <coughs> mijn broer die is daar ook ja. weet je wel ze dan ook in mijn moeders huis dus we slapen. mijn broer slaapt ik daar, ik slaap daar, mijn moeder is daar. Dus dan heb ik een kok heb ik daar zo. Ik heb een krachttrainer daar zo, dat is mijn broer. Ja. Ja. En dan gaan we naar de sportschool, ga ik krachttrainer met mijn broer doen in de middag. En dan ga ik terug, gaan we eten. Ja. Mijn moeder doet eten klaar. Dus het is echt een trainingskamp dit, thuis, met mijn moeder. Dat heeft me nu echt zo ver gebracht en geholpen. En dat is heel belangrijk, want ik merk tijdens sparren, merk ik alles. Ja, maar ask zie... jezelf het over het eten. Hoe laat eten jullie meestal? Asking for a friend here? Eh, uh, hoe laat... <laughs> <laughs> oh, je woont in Noord, hè? Even ja. langskomen. <laughs> Ja. Als die heren hier zijn, zal ik je bellen. Lekker man. Oh, ik hou zo van Surinaams eten. Maar, nee, maar je merkt nu, je, je zit bij je moeder, een soort van een afzondering. Want ja. thuis, toch, ja, druk, het gezinsleven, je ja. kinderen ja. en alles. Ja, ja. Dus even is, die rust pakken. Het is toch een bepaald, kijk, je kan het keren zeggen hoe je wilt, maar het is toch een bepaalde stress, ja. weet je wel. Eh, zonder dat je het door hebt. Ja. Komt die keertje, springt op je hoofd en je gaat lekker mee stoeien en ja. weet je dat. En je gaat even, even Playstation met je, met je kleine Playstation. Allemaal drukte. Het ja. is allemaal stress, je bent allemaal bezig en dan moet je weer trainen. Snap je? En dan denk je dat je rust hebt gehad, maar dat heb je niet. Ja. Maar hoe lang, hoe lang zit je dan? Want je zit er best wel lang dan. Een maand. Ja, dat is best wel lang. Rico ja. neemt bijvoorbeeld altijd ook een weekje vrij af. Gaat hij alleen zitten, zondert zich af. Maar eigenlijk pas een week of tien dagen voor het gevecht. Maar jij zit echt al een maand van tevoren. Ik ga een maand voor, van tevoren, ik Want ik wil uh, niks aan het lot over. Ik wil dat alles goed gaat. Mm -hmm. Zo ben ik. Ik ben, uh, ik ben gewoon Pietje Precies met bepaalde dingen. En ik wil dat dit goed gaat. En uh, in de weekend ga ik wel naar huis toe. Okay. Dus laten we zeggen, maandag tot vrijdag. Ja. Uh, een maand lang ben ik bij mijn moeder. weekend ga ik even naar huis toe. Dus ben ik twee dagen thuis. Okay. En dan ga ik zondagavond ga ik weer hey, naar nee, okay. ja, Dus precies. Zo doe ik dat. Ja. En anders is het helemaal... Uh, ja, dus mis je kinderen natuurlijk. Precies, ook, ja, jou, je vrouw. Ja. 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 Nou, dat maakt je ook wel sterker hoor als je dat hebt. Maar de, ik ga het weekend ga ik naar huis toe. Dat is wel belangrijk. En uh, ja, zo eigenlijk doen we dat. En, uh, en, en, en uh, ik kom er gewoon sterker vanaf, man. Ik merk het echt. Ik kom er veel sterker van Ik voel me, voel me fijner, lekkerder. Ik heb energie. Weet je wel. Uh, ook voor mijn geest, voor mijn mind is het gewoon beter. Gewoon beter. Ja. ja. Dus het uh, ja, doet me echt goed dit. Ik ga het vaker doen ook. Theodor Ristoff 23 december. Wat kan je over hem vertellen? Wat gaat er gebeuren? Een jongen die wil komen. Hij wil vechten. Uh, dat is fijn. Dat vind ik top. Uh, maar hij gaat hem op zijn kindertje krijgen. Deze man gaat hem krijgen. Ik heb er ook zin in de wedstrijd. Ik heb wat wedstrijden van hem gezien. Uh, wedstrijden waar hij ook erg is geholpen door de, door de, door de, door de scheidsrechter ja. en zo, weet je wel, wat ik heb gezien, ja, waar hij hem op zijn kindertje kreeg en die even geen zitten. En waardoor hij geen achtellen kreeg, dat soort dingetjes en zo. En waardoor hij eindelijk het wedstrijd won. Maar uh, hij is een jongen die komt. En uh, ik ga ervoor zorgen dat als hij komt. Hij wil gaten laten vallen. Mm -hmm. En ik ben degene die die gaten gaat zien. En ze gaat vullen. Ja. Zo eentje ben ik. Dus ik ga hem gaten geven. En ik ga, uh, ja, ik ga ze... hij gaat me gaten geven En ik ga, ze, ik ga ze vullen. En ik heb zin erin om tegen deze man te vechten. Want ik hoor al dat hij mij wil pakken. Dus, mm -hmm. um, ja, ja. Waar hoor je dat? Uh, van een andere. Ik uh, ken een beetje... Een paar Bulgaren ken ik ook. Ja, je dus, een uh, rondlopen in de sportschool uh, natuurlijk. Hij ja. ja. Dus hij loopt dat te verkondigen. Dat hij me wil pakken. Uh, ja... Dus ik heb, echt, ik heb er echt zin in. Ik ga hem echt, uh, maar ik ga niet uh, wild vechten. Ik ga echt strak staan. En ik ga explosief zijn. Strak staan. vanaf ronde één. Ik ga mijn jabs laten lopen. Dus je gaat zien deze wedstrijd. En daar heb ik ook heel veel op getraind. Dat mijn linker jab. Die ga ik voor laten lopen. Je jab ja. Ja ik ga mijn jab voor laten lopen. Ik ga strak werken. En uh, ja en explosief zijn. Ja, hij zegt, hij is een vechter die komt, die is met agressie vecht, met druk vecht naar voren. Dan vind je dat fijner. Dan bijvoorbeeld een, een, een type als een NABF of een CML die juist meer vanuit de counter uh, vechten? Ja, ja. Iemand die naar jou toe komt om het gevecht om het te maken. Vechten, ja, ja, ja. ja. Want dan heb je een echte gevecht, snap je? Dan heb je niet iemand die oplet of wat dan ook? Dan heb je echt een gevecht? Dus dan heb je soms zo'n bro, heb je daar pap, pap. En dan moet degene die scherp is in zo'n bro, die moet die gaatjes zien, mm -hmm. snap je? En dat noem ik schaken. Dat noem ik schaken. En diegene die het ziet in het gevecht, pam, die me even erop zet. En dat vind ik, uh, ja, dat, dat heb ik liever. Dat heb ik wel. Uh, oh. Ja. Het jaar afsluiten met een bang, dat is het doel. Ja, we gaan ja. Hem afsluiten met een bang. Echt net, inderdaad, voor kerst. Vlak voor kerst. Ja, man. Goed, het Leuk. jaar uit. Wat gaat er dan 2024 brengen? Um, 2024. Nou, zoals je weet, heb ik ook mijn eigen nutritionlijn. TGT Nutrition heb ik, heb ik gestart. Ik heb een eigen parfumlijn, Kijk eens. Sens Deluxe. Ja? ja, dus in de het volgende. Ja, ja, echt top. In het volgende jaar gaan we knallen. Ik heb een eigen PT-studio waar ik uh, een, uh, ook uh, lessen ga geven en zo. Maar die TGT Nutrition-lijn, die wil ik gaan laten knallen. Dus ik heb uh, leuke dingen. Dus heb ik uh, een, uh, weer op komst. Wat komt. Fat burners. Uh, van alles en dan nog wat uh, pre-workouts. Uh, eiwitten. Uh, noem maar op. Dus het komt allemaal weer uh, online. Uh. Mooi, water bestellen? www.tgtnutrition.com En voor de Tropical Pre-Workout staat er nu een uitverkoop. Hartstikke idee. Kijk, nou we hebben de, de boodschap ook gelijk weer even gedaan. Ja, ik denk goed allemaal. Ja, uh, Ik ben heel benieuwd wat het gaat brengen. Eerst 23 december, Glory 90. Ja. En dan uh, volgend jaar uh, doorknallen. doorknallen. Ja, dus we hebben mijn eigen, mijn eigen lijnen ga ik doorknallen. En niet te vergeten met mijn, met mijn gevechten ga ik het doorknallen. Want ik pak het trainen weer op. En uh, ik denk dat ik in februari, en maart al snel weer ga vechten. Hartstikke ja. idee. Ja. Goed Gaan we meteen weer doortrekken. Ik uh, vond het weer een genot om met je te praten. Zoals tot de tijd. Goed om Top even buiten te kletsen ja, weer. zeker, zeker man. Ik ben blij dat het goed met je gaat. Ja, dat ik de weer op het je gezicht goed. en de twinkel in je ogen ja, zie. Ja, we gaan en, het knallen. En uh, ik mag natuurlijk van onze kledingpartner Knockout het enige echte originele shirt geven. Kijk dan. Kijk eens op je Dankjewel. Ik zou zeggen, haal de kracht uit. Ja, ga ik zeker doen. En uh, we gaan je volgen, Glory 90 en uh, de maanden die daarna komen. Dankjewel. Helemaal top. Jij bedankt, man. Oes. Oes. Jullie allemaal weer bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Je weet waar we te vinden zijn. Vergeet niet te liken, te delen. En vooral te abonneren. En dan zijn we er volgend jaar weer. Want dit was de laatste vechtersbaas van 2023. Dus jullie allemaal fijne feestdagen. En we zien jullie allemaal weer in een gezond 2024. Oes. Oes.